De stichting Support Recycling Suriname, SureSur, eist dat er een verbod op het gebruik van plastic zakken bij winkels en winkelcentra komt. De ernstige milieuvervuiling als gevolg van het gebruik van plastic baart stichtingsvoorzitter Jeroen Cornelissen grote zorgen. Hij heeft graag dat per 1 januari 2019 het verbod wordt ingevoerd en heeft de hulp van het parlement ingeroepen. Om aandacht te vragen voor dit groeiende probleem is er vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblee. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons nam de petitie in ontvangst. Cornelissen benadrukte de noodzaak van wetgeving op dit stuk. We hebben meer dan 3000 handtekeningen hier van mensen die deze strijd ondersteunen. We ondervinden dagelijks heel veel overlast van de vervuiling door het gebruik van deze zakjes. Wereldwijd worden er meer dan 10 miljoen plastic zakjes voor eenmalig gebruik per minuut verstrekt. En we gaan op een gegeven moment toe naar een hoeveelheid die we als wereld niet meer kunnen verwerken. Ik geef u een voorbeeld. Een Surinaamse winkelier hier koopt 400.000 zakjes per jaar in voor één supermarkt om te verstrekken. We hebben 4.000 supermarkten, dus rekent u maar uit hoeveel dat is bij elkaar. Er zijn goede alternatieven voorhanden. Andere vormen van draagtassen waarin je boodschappen kan vervoeren. Van jute, van natuurlijke materialen, materialen die te recyclen zijn. En daar willen we naartoe streven, zodat we het verbruik gaan verminderen en dus ook de schade voor het milieu. Dus wij willen bij u bij deze overhandigen, alle handtekeningen en vragen aan de politiek om actie te ondernemen en samen met ons en de milieuorganisaties te gaan werken aan een verbod op het gebruik van de plastic zakjes. U weet dat ons en mij zeker, maar ook andere leden van het parlement, het milieu zeer per hart gaat. En we hebben een aantal initiatiefwetten, ik denk een stuk of 4, sinds 2015 ingediend hier. Echter is het besluit uiteindelijk genomen, we moesten dat nemen, dat we moesten wachten op een milieuraamwet. Die moest dus komen. Die is nu, voor zover ik weet, redelijk ver in ontwikkeling. Dus we gaan dit oppakken en laat me zeggen dat we een minimum, met als waar we mee bezig zijn, van statiegeld voor plastic flessen tot andere voorstellen die vanuit de gemeenschap zijn gekomen in plaats van statiegeld. Om de plastic flessen in elk geval op te halen en te recyclen. De kwestie van plastic verpakking, de zakjes in de eerste plaats, maar ook andere plastic verpakking. Daar moet je inderdaad wat andere regelgeving voor gaan maken. Cornelissen zegt dat er bewust is gekozen voor de streefdatum van 1 januari 2019. We hebben bewust de deadline vrij kort gezet. Want je kan zeggen, we moeten nu gaan streven naar een verbod. Op welke termijn? We hebben gewoon gezegd, maken het kort, half jaar. En dat is een streefdatum, maar dan zetten we een beetje druk op de ketel met z'n allen. En we weten dat die milieuwet er aankomt en het zou fantastisch zijn als het erin zou kunnen passen. En ja, dan zou het, het is gewoon realiseerbaar. Er is een rapport ook verschenen van de United Nations, van Environment in juni, over het terugdringen van single-use plastics. Daar zit een keurig net een roadmap in voor overheden, hoe je van het volledig gebruik van deze plastic zakjes kan afstappen in een aantal fasen. Daar is een hele hoop best practices van 60 landen die ons zijn voorgegaan in de wereld. Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn landen tussen waarvan je denkt van zo hebben ze dat voor elkaar gekregen. Dat kunnen wij in Suriname ook absoluut. Dat was voorzitter Jeroen Cornelissen van de stichting Support Recycling Suriname. Hij heeft vandaag een petitie aangeboden aan DNA-voorzitter Simons. Er is gevraagd om een verbod op het gebruik van plastic bij winkels. De stichting is in 6 districten actief.